hetzelfde als bij de kleine snoepen. Je hebt een plattegrond van de boot, daar staan met viltstift opgetekend wat de schades zijn. Controleer dat als je de boot gaat huren. Mocht je denken van deze schade die staat nu op de kaart getekend of zo is dergelijks, dan maak even een paar foto's, dat is ook makkelijker als jullie terugkomen. Nou, hier staat wederom weer wat er allemaal in of aan de boom moet zitten. Waaronder vier lijnen, het zijn er twee voor en twee achter. Een vlaggenstok, mijn vlag. Nou, die zit erop. Stootwiel fenders, dat zijn we die kussen aan de zijkant van de boot. Dat zijn deze, daar heb je er zes van. En je hebt één grote ronde, die zit links voren. Nou, dan heb je nog een anker en een ankerbal. Die zit voor aan het lijntje. Die zal ik even laten zien. Nou, hier zit je anker in. Dit is je anker. En dit is je ankerbal. Als je voor anker gaat, dan hang je deze weer aan de boot. Zodat de rest kan zien dat je voor anker ligt. En dan maken ze een grote bocht om je heen. Nou, het laatste wat op de kaart staat is starten van de motor. Dat is de sleutel, die krijgen jullie boven samen met de zwemvesten. Dus de kaart is compleet, nu stop ik even hier weg. Dan ga ik jullie uitleggen hoe je deze boot start. Hier aan de zijkant heb je een display. Hier staat op instrumenten. Power 12 volt, nou, die zet je eerst aan. Dan de instrumenten, dan kan je zien dat hier de klokjes gaan werken. Van een benzinemeter, temperatuur die gaat dadelijk werken en de toerenteller. Als je wilt starten, zet je hem op contact, gaat hij piepen. Je zet hem op gloeien, dan gaat het lampje branden. Wacht tot het lampje uit is, dan pas starten. Sleutel loslaten, that's it. Dan heb je hier weer de gashendel, tevens ook de versnellingen. Als je naar voren duwt, gaat het gewoon naar voren. Als je naar voren duwt, hoe harder de boot vooruit gaat. Als je naar achter duwt, gaat het gewoon naar achter. Hoe verder naar achter duwt, hoe harder de boot achteruit gaat. Dan hebben we eerst een neutraal, dan kan je hem uitzetten. Simpelweg van contact af en hem even op stop houden. En dan is de motor uit. Als jullie deze sloep gaan huren, hou rekening met de vier lijnen die wat aan boord zijn. Twee achter en twee voor. Controleer tijdens het varen. Dat de lijnen ook altijd aan boord blijven, mochten die in het water komen, kunnen ze in de schroef raken en dan schijnt de motor ermee uit. Verder wil ik jullie nog iets uitleggen over het roer. Het roer gaat op oliedruk. Dat betekent dat als je te veel kracht op het roer zet, zeg maar, dan knappen de slangen binnenin en dan kan je niet meer sturen. Dus als je blokkeert, van goh, je denkt van oh, dit is wel het verste, ga het niet doordraaien, want je maakt de cilinders kapot. Met wegvaren en terugkomen, vaar rustig en op slakke tempo, anders maak je te veel golven en maak je schade aan andere boten. Als jullie terugkomen, moet je graag achteruit druk invaren.